En met deze nachtelijke verschrikking zijn we bijna aan het einde gekomen van onze trosavond. Voordat we het weekend ingaan, krijgt u zoals gewoonlijk van Jan Pelleboer de weersverwachting en enkele tips. Ik moet nog één keer even slikken om de teleurstelling van Hemelvaartdag kwijt te raken, want er is nogal wat regen gevallen. Ja, niet overal, het viel hier en daar mee, maar plaatselijk flinke buien. Aan de kop stond vanmorgen Nunspeet met 31 mm. Nou, zo bar wordt het waarschijnlijk in het komende weekende niet. Alvorens dat te bekijken, eerst even iets over het gemiddelde wat zomerse dagen betreft in Nederland. Van de periode van mei tot oktober. Wij spreken van zomerdagen meer dan 20 graden en zomerse dagen boven de 25 graden. Moet u zien, het normale cijfer voor Den Helder 30, 66 in de Bilt, 81 in Maastricht. Echte zomerse dagen boven de 25 graden in Den Helder normaal 3, in de Bilt 10, in Maastricht 21. Nu zou men hieruit de indruk kunnen krijgen dat het alleen maar in het midden en zuiden van het land echt zomers kan zijn. Maar vergist u zich niet dat in Den Helder en op de Wadden in de zomer gemiddeld 140 tot 150 uren meer zonneschijn worden geregistreerd. We hebben hier de verwachte weerkaart voor zondagmorgen. Dit zwakke warmtefrontje zal omstreeks zondagavond Zuidwest-Nederland bereiken met bewolking en later ook wat regen. Het trekt dan naar het noordoosten. Zondagochtend ligt dit koufrontje vlak voor de kust en het zal wellicht zondag passeren met hier en daar een bui. Wij blijven de komende dagen in een westcirculatie van de oceaan. Want maandag komt deze depressie ook alweer snel in de richting van de Noordzee. Wisselvallig. Warme lucht aan deze kant, 18 tot 20 graden. Iets koelere lucht boven de Noordzee. Redelijk tot groeizaam meiweer, maar de regenjas zullen wij af en toe toch even nodig hebben. Zoals gebruikelijk krijgt u nu nog enkele tips. Wij beginnen in Noord-Holland in Uithoorn. Tot en met 31 mei de aquarium- en terrariumvereniging De Amstelvis. Voor de tweede maal houdt hij daar een tentoonstelling. En wel in het clubhuis achter het station. En ieder is daar van harte welkom. Morgen in Noord-Drenthe, Roden, kan men zich inschrijven voor de toertocht Ot en Sien. Startplaats is vanuit de tent van Volksvermaken aan de Norgerweg, waar u ook alle inlichtingen kunt verkrijgen. De afstanden zijn 35, 85 en 180 kilometer. Iedereen die mee wil fietsen kan daar terecht. Dan nog een paar sporttips voor het weekende. Zondag wordt in Maden, Noord-Brabant, voor de 41ste maal de Ronde van Maden verreden. Om 12:30 start van de nieuwelingen, om 14:00 amateurs en om 16:30 middags voor de profs met onder andere Jan Raas, Gerry Kneteman en vele andere verdetten. Ten slotte met het hele gezin naar het schitterend gelegen Ganita Circuit in Gent bij Nijmegen, waar dit weekende de Grand Prix van Nederland zijspancross wordt verreden. Dat betekent dat de beste zijspancrossers ter wereld zullen strijden om de felbegeerde punten voor het wereldkampioenschap. Volop spanning en sensatie met aan de kop het regerende Nederlandse duo van Heugten en Kiggen. Er zal zeer zeker weer wiel aan wiel gereden worden. Deelname uit 12 landen. Ruime parkeergelegenheid